Het is vandaag de dag van de verzorgende. Een dag waarop thuiszorgdiensten, ziekenhuizen, rusthuizen en kinderdagverblijven hun personeel met een presentje bedanken voor hun inzet. En uitgerekend vandaag mochten 120 Gentse leerlingen van het zesde leerjaar in het AZ Sint-Lucas deelnemen aan de eerste zorgberoepen rally. Jongeren kunnen zo eens proeven van de sector om, wie weet, later zelf aan de slag te gaan in de zorgsector. Is een job in de zorgsector iets voor mij? Een groep Gentse leerlingen mocht het vandaag uitproberen op de campus van het AZ Sint-Lucas. Een van de standjes is bemand door Birgit Janssens. Op een leuke, praktische manier promoot ze haar job van longarts. Wat ben je nu aan het doen? Dus ze zijn aan het testen welke conditie dat ik heb, hoe goede conditie. Dus nu 96, 98. Is dat goed? Niet echt, blijkbaar. Denk ik. De zorgsector is een heel belangrijke sector, zeker in Gent. 1 op de 5 jobs in Gent is een job in de zorgsector. Bijna 30.000 mensen werken in de zorgsector. Bovendien is het een sector waar we de komende jaren heel veel nieuwe mensen nodig hebben. We willen heel veel mensen ertoe krijgen om te kiezen voor een job in de zorg. Vandaar dat we vandaag de zorgberoepenrally georganiseerd hebben. Uiteraard zijn wij heel tevreden met het initiatief, omdat wij in ons ziekenhuis ook verschillende vacatures hebben die niet ingevuld geraken. En wij vanuit ons ziekenhuis ook willen meewerken aan het positief imago van dit zorgberoep. De voet op de medische dagvraag. Hier mogen de jongeren een verband aanleggen. Nadja leert het hen met veel passie. Ze werkt al 22 jaar als verpleegkundige in de thuiszorg. Een boeiende sector die handen tekort heeft. Zeker handen tekort, dus ik hoop dan daar toch wel ook potentiële kandidaten uit voortkomen. Is het een mooie job? Zeker en vast. Het is een heel boeiende job met heel veel waardering van de patiënten en dergelijke meer. Daar doe je het voor? Zeker weten. Misschien hebben Nadja en haar collega's deze jongeren overtuigd en worden ze later wel collega's. De verpleegkundigen en de artsen hier hebben hun best gedaan. Het is nu aan de jongeren om te kiezen. Niet echt mijn ding is, dus ik zou daar meer iets bij kinderen zou ik liever willen doen. Ja. En zo? Nee, liever niet. En u? Ik werk meer met de handen. Niet zo, gelijk hier. Ik wil graag andere dingen worden, bijvoorbeeld technicus of zo. Spijt maar, hè? Ik ga een beetje kloppen, hè? Ja, ik denk dat onze patiënt genezen is. Yeah. Is er